Ik heb een toets van wiskunde gehad, hè. Ah, en? Nee. Nee, was het niet. Nee. Oh, bam, man. Echt ja. Moeilijk. Ja, maar gewoon... Oh. Ja, wacht even. Nou, deel vraagstukken. Ja, ik kan Nee, maar vraagstukken. Nee, dat is echt gewoon, kijk en ik zie gewoon vraagstukken en ik skip dat gewoon. Ja, ik kan dat gewoon niet. Je blokkeert. Ik kan dat gewoon niet, nee. Nee, ik snap het. Ja. Waar is Mila eigenlijk? Die is mee met mijn ouders. Hoe is maar? Hoe denk je? Miro vindt ook echt heel kut. Hij heeft haar bedrogen, hè? What the fuck, speelt hij nu het slachtoffer? Oh, wow, hij speelt geen slachtoffer. Hij had ook gewoon graag gewild dat het anders was gegaan. Ja, sorry, maar dat is nu wel echt zijn eigen domme schuld, hè? Toch? Ja. Het was nu ook niet heel slim van u om je daarmee te moeien, hè? Wat? Ja, heel die affaire met die Griet. Doe. Ik heb me daar buiten gehouden met reden, hè? Wacht, jij wist dat? Jij wist dat Miro mijn zus bedroog en je zegt niks? Dat zijn mijn zaken toch niet? En daarmee is je geweten gesust. Maar nee. Ik keur dat niet goed, hè? Tuurlijk niet, maar. Het was gewoon niet aan mij om dat te zeggen. Dat Miro Mila bedroog, dat boeit u niet. Ja, wat moet ik doen? Haar hart breken en hem op een dak krijgen? Ik bedoel, dat is toch niet mijn verantwoordelijkheid? Hé. Hey. We gaan ons 1 jaar samen daar niet door laten verpesten, hè? Hier. Die zijn er lekker, trouwens.